Yo mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. We gaan vandaag, en ja, ik ben vandaag niet alleen. Hallo, ja, die kan nou niet praten, maar zeg maar gewoon hallo in de chat of zo. Ja, ach ja, zie je vanzelf, maar ja, maakt niet uit. Nou, we gaan een rondleiding geven in het huis en ik ben totaal iets vergeten, 10 seconden. Even kijken, zo, toppie. Ik heb dat even snel erin geëdit, maar ja, top. Nou, kijk eens, we gaan nou beginnen. En dit is ons, dit is een YouTube huisje, hebben we gewoon snel even gemaakt voor... Ja, dat was haar idee. Ik dacht van ja, is goed, doen we wel eventjes. En dan kunnen we hier ook een lekkere video over maken. Dus ik zo, maak maar de deur open. Zo, mag wel even de deur even openmaken. Wil jij dat doen of ik dat doen? Oké, dat ben ik. Nou, hier, kijk eens, oké. En ja, ik werk nu. Nee, we hebben nou zeg maar een klein groepje gestart, zeg maar. Nou, je doet nikken. Dit is Lucas die ook heel vaak in de roleplay zit. En hun Brit is zijn gestart. Oké, mooi. Kijk, nu staan alle mensen erin. Ja, dat is wel een fout bos, maar is goed. Maar ja, boeien. Nou, dit zijn de mensen. Nou, echt, ik vind het echt een top dat je kunt helpen. Dat is leuk. Hier heb je een mooie loungebar. Als je thuis in de loungebar zit, is dit. Nou, weet je wel, dan zeg ik wel, dit loungebar koelkastie. Werkt ook niet. Mooie water, duur water, kan je zuipen. Kan je helemaal dronken worden met water. En als je ziet heb ik hier mijn skin een beetje aangepast. Dit is eigenlijk echt voor de stream eigenlijk bedoeld, maar ja. Maar hier zie je een hele snede. Nou, in ieder geval dit werkt echt. Nou, ik ga zo gaan. Ja, top. Het werkt jongens, het werkt. Kijk eens, je kan gewoon eten. Je hebt er genoeg eten, genoeg drinken. Je kan gewoon alles halen uit je koelkast, anders ja, je krijgt gewoon random iets, maar ja. Nou, top. Hier heb je het zwembad, kan je even zwemmen. Gewoon eventjes een beetje even tot rust komen. Gewoon even tot rust komen. Ja. Niet doorvertellen, ik heb hier wiet en cocaïne van, maar ja. Even kijken, ja, dit was het zwembad. En hier heb ik een beetje aangepast, maar maakt niet uit. We gaan nu naar boven. Hier hebben we de opslag voor de meestal voor dit of zo. Maar ook dingen zeg maar voor de stream, zeg maar. Dat is niet. Ook dit wel, dus de masker natuurlijk. Hier heb je de. Ja, hier kan ik altijd nog iets doen ofzo. Bijvoorbeeld deze code, want anders zit mijn inventory veel te vol als ik offline bezig ben. Nee, even een loungehoekje, kijk eens op, oké. En die zitten, Nou, kijk, je kan er, kijk, heb je iets te eten bij? Nee, ik heb niks te eten. Kijk eens aan. Nou, je kan gewoon goed zitten, dat is mooi. Nou, hier heb je de ideeën en dat is zeg maar van deze video. Die ik nou aan het maken ben, dus de rondleiding. Ja, dit zal niet een hele lange video worden, maar ja, maar ja. En als er iets gaat veranderen, laat ik het gewoon nog een keer weten. Maar ja. De voorbeeld afmaken van natuurlijk van de streams. Ik heb het idee dat ik echt leuk vind, want ik ben echt flink begroeid met de afwezigheid. Ik ga even weg. Dankjewel. Dankjewel. Oh, niet een caps lock. Oké, mooi. Nou, nu kom ik bij mijn YouTube kamertje uit. Hier, niet, geen deur helaas, maar ja. En jawel, ik kijk aan deze kant. Dus ik ben even mijn kamertje gewoon weer. Kijk, het screens helaas. Echt, maar ja, dat wil ik wel. Ik wel. Ik kan een computertje, ik kan niet echt heel goed zitten, maar ja. De muis. Ja, ja, is op zich wel leuk. Gemaakt hebben hun, die Lucas en zijn gemaakt. In ieder geval, ik vind het wel mooi. En ja, dan hoop ik dat ik hier ook wel even kan zitten. En als iemand iets vraagt, kan ik hierheen toe. Maar ja, ik zit een beetje achter die green screen. Okay. Op zich wel een goede bestopper voor een nest. Maar ja, maar niet. Nou, we gaan verder. Even kijken. Hebben we nog iets? Nou, langs weg hier heb je gewoon een tv'tje. Op zich wel leuk om even de tv te kijken. Mijn budget is om de tv te kijken. Nou, voor mij was dit het een beetje. Dus dat ik het was. Zo, dit er. Of heb je nog iets bijgebouwd? Maar ja, ik maak. Ik weet dat zij de video gaat kijken, weet ik zeker. Maar niet uit, ik weet dat Lucas ook gaat kijken, maar toch.
Ja, we gaan even hieronder. We gaan ooit nog een keer onder wil ik een kelder maken met iets of zo. Bijvoorbeeld een opslagruimte eronder. Nee, met camera's, zeg maar, van die fake camera's van Minecraft gaan neerzetten. Dus ja. Dus als jij de video kijkt, dan weet je wat ik wil doen. wat ik wil bouwen. Hier heb je de dingen nog eventjes kijken. En dit was het, een beetje het huis. Nou, kijk eens aan. Kijk, mooi huis zien. En jullie weten vanaf de stream, zeg maar, dat ik hier ben gaan wonen. Maar toen was het kapot gemaakt. En nu heb ik een nieuw huis die daar zo staat. Nou ja, we lopen nog eventjes omheen. Nou, ik vind het een mooi plekje dit zo. We gaan even omheen lopen. Ja, het is niet echt overdreven veel. Maar ja, we kunnen hier altijd nog eens bouwen. Als jullie nog ideeën hebben, laat het maar lekker weten in de reacties. Om hier nog bij te bouwen, misschien een YouTube logo hierboven. Oh. Misschien een YouTube logo hierboven. En nee, ik ga nog even een huisje heen lopen. Even kijken. Nou, even een rond huisje en dan, ik weet niet, ik ben super aan het verhaal, maar ja, oké. Okay. Oh, ik ben een beetje bij de adem aan het praten, maar ja. Maar ja, maar ja, kijk, hier heb een mooie zijkantje, mijn klas. Kijk eens dan. Nou, dit was de video. Maar als je nog ideeën hebt, laat het graag weten. Misschien kun je hier een rode loper maken. Een mooie rode loper hier zo. Dat lijkt op zich wel leuk, maar ook aan de andere kant. En laat maar graag weten wat jullie hiervan vonden. Nou, ik ga even staan. Hopelijk ziet ze me staan. Ja, nee. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Dit was een korte video, maar ja, ik heb nog tenminste nog iets. En bedankt voor het meedoen. Even kijken of laten zien. En ik zie jullie de volgende keer. Vergeet niet te abonneren. En later.